zit er hier eigenlijk iemand met een migratieachtergrond. Helemaal, is dat expres of niet? Waar de democratie de nek wordt omgedraaid, wordt dat gedaan door de kiezers. Die bereid zijn om op personen te stemmen waarvan ze verdomd goed weten dat ze niet democratisch zijn. Of dat nu Polen is, of Orbán, Hongarije. Poetin is democratisch begonnen. Maar omdat die Russen natuurlijk zo getraumatiseerd waren door die chaos van de jaren 90, heeft hij zijn kansen gegrepen. En ze zijn nog steeds, naar het schijnt, redelijk tevreden met hem. Het verlos hem, kunt u mij horen? Ja, ik zou toch, aangezien ik uitgebreid heb uitgepakt over die geopolitieke waanzin, dat je namelijk enorme hoeveelheid territorium nodig hebt om machtig te zijn. Het tegendeel is het geval, naar mijn idee, in allerlei opzichten. Duitsland is wel degelijk natuurlijk het economische zwaartepunt van Europa. Het is ook een aanzienlijk grotere economie dan de Franse economie is. Vergeet niet dat het qua bevolking 120 miljoen mensen scheelt of zo. Dus ik zou Duitsland niet uitpoetsen. Duitsland heeft traditioneel, misschien ook wel deels uit historische overwegingen, wil Duitsland voorzichtig zijn met Rusland. Ik ben daar niet tegen. Ik vond dat toen Scholz in Moskou was, dat hoor ik liever dan die opgewonden kletskoek van de Amerikanen, eerlijk gezegd. Dat schijnt tactiek te wezen en zo, maar bovendien, dat wordt nog wel eens vergeten, het klinkt een beetje gek, maar als je bezig gaat met onze economie te defossiliseren, als je het zo kunt noemen, dan is natuurlijk gas is een vrij nuttige tussenfase. Omdat gas veel en veel en veel minder vervuilend is dan olie of steenkool. Dan kan ik u wel iets geks vertellen als u het niet doorvertelt. Hou het onder ons. Ik woonde gedurende 3 weken in een appartement in West-Utrecht, waar ik uitkeek op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dus ja, je gaat zo zitten kijken, wat komt er voorbij? Nou, het is verbijsterend, dames en heren, verbijsterend. De ene gigantische vierbaks duwvaart met 4000 ton kolen erin na de andere. En als er iets tussendoor kwam, waren het gastankers. Dus dat je echt denkt van, hallo, wat is dit voor iets eigenaardigs? Het kan wel even, want u weet, 2030 zijn we van de kolen af. Dus ik denk, ik doe even een eigen onderzoek. Wist u dat Amsterdam een van de belangrijkste Europese kolenhavens is? Een centrum van de moderne kolenhandel? Dat wist geen mens, hè? Ik wist het ook niet. Ik dacht dat ze in Amsterdam voornamelijk kletsmajors. Ja, ik ben een anti-Amsterdam. Niet zo erg als mijn zuster, maar toch wel een beetje. Nee, ik stond er wel van te kijken. En nou ja, je ging even zitten werken. Je keek even naar buiten. Wops, daar kwam weer zo'n reuze ding met kolen voorbij. Stond nog op. Deze inhoud is 54 vrachtauto's. Vond ik ook wel lollig eigenlijk. Dus ja, 2030. Dat is over 8 jaar. Denk even aan die rotonde in Boksel. Hè? Als je toch kijkt naar de plannen van dit kabinet, niet waar? Dat heeft ze gestapeld. Veel voornemens zijn nog aangescherpt. Er is een hoop geld, zij het op een bijzonder slordige wijze verdeeld door de begroting, zonder duidelijke controlemechaniek. Gaan we dat halen? Kijk, het is nou dat ik zo oud ben, dat ik moedeloos ben geworden, maar nee, dat denk ik niet. Oké. Vertel, wie ben je? Jouw en dan is gas toch een leuke tussenoplossing. Hallo, mijn naam is Sven Bakker. Om een beeld te schetsen, u bent de generatie van mijn ouders. Mijn ouders, grappig, die zeggen ook altijd New York in plaats van New York. Maar, dat, ja. Maar ik merk ook bijvoorbeeld bij mijn ouders, bij iedereen trouwens. Er zijn erg veel mensen, hoe zou ik het zeggen, die geen problemen hebben met de bio-industrie. En ik wilde eigenlijk slechts zeggen dat ik het mijn complimenten dat u in ieder geval misschien niet tegen de, wellicht niet tegen de hele bio-industrie, maar in ieder geval voor de afname van en voor de uitkoop van boerenbedrijven bent. Ja, ik ben helemaal geen groot liefhebber van de bio-industrie. Dat komt wel, speelt wel een rol bij dat ik een nooit, ook niet toen ik jong was, ik heb niks met grote hoeveelheden bloederig vlees. Een matig gehaktballetjes met peterselie er doorheen, dan ben ik eigenlijk al heel gelukkig.
Ik hoorde gisteren, of zag gisteren op het journaal ook weer 10.000 kalkoenen geruimd. Kalkoen. Ik vind het tamelijk schrijnend. En ja, Tom Jesse doet het af als dit is de natuur, maar ik denk dat we hier niet meer mee weg kunnen komen. En ja, ik, nou ja, complimenten dat in ieder geval dat daar zich ja, tegen... Ja, ik ben niet in alle opzichten, heb ik de vooroordelen van bejaarden. Sommige opzichten wel, moet ik zeggen. Maar in dit opzicht niet. U moet zich wel realiseren dat, laten we zeggen, voor een melkveehouder die daar nu 250 koeien heeft staan. Die melkveehouder die heeft dat te danken aan overheidsbeleid en aan een voortdurende pushen van met name de banken. Die, als u al die reusachtige tractoren ziet, waarmee ze dan komen demonstreren. Want ik vind dat keihard zou moeten worden aangepakt. Ja, je denkt even aan de Opstelten, die ging al zijn keurig aanpakken. En vervolgens deed hij er geen kloot aan. Ja, ik kan me wel de bitterheid van zo'n boer die dik in de schulden zit om deze supergrote farm te draaien, dat je dan uit moet worden gekocht of dat er in feite geen toekomst is. Nogmaals, het is door de overheid zelf voor een belangrijk gedeelte gestimuleerd en veroorzaakt. Dus laten we daar rekening mee houden en dan dat ze zacht vallen, laat ik het zo zeggen. Maar dat we natuurlijk niet door kunnen gaan met de tweede voedselexporteur ter wereld te zijn, dat begrijpt iedereen. Want als je daar 10 seconden over nadenkt, dan begrijp je dat als we dat zijn, dat we waarschijnlijk ook de tweede voedselimporteur ter wereld zijn. Dat klopt. Niet waar wij in Nederlands vee, dat vreet het groot deel van de Braziliaanse sojaproductie op. Soja is ook een rot plant, dus dat nee, dus, maar dat zal heel moeizaam zijn. Het zal heel moeilijk zijn om dat op de juiste wijze aan te pakken. Dat denk ik wel. En dan is het natuurlijk een zegen dat je mensen hebt zoals ik, die met een klein haarballetje eigenlijk al heel gelukkig zijn. Mag ook wel een beetje kruimels doorheen en zo. Dus, dat is in Amerika zo verschrikkelijk. En dan bestel je ook vlees. En dan, nou ja, zelfs als het een groot bord is, hangt die halve koe, die hangt er overheen. Als je je vork erin steekt, dan komt het bloed komt er ook uitgestroomd. Ik heb ook wel eens een half stukje vlees besteld. Nou, dan kijken ze je aan. Dan moet je wel een meelijwekkende sukkel zijn. Een wimp ben je dan. Hè? Als je niet bereid bent om bij de eerste de beste gelegenheid een pond rood vlees naar binnen te werken. Ja. Maar dan sta je achter je op het balkon. Nee, oh. Andere kant. Hier achter je. En hier zit, ik dacht, ik ga ook even naar boven, want hier zitten natuurlijk ook mensen die vragen hebben. Lukt het om te draaien, denk je? Dan ga ik de microfoon even doorgeven. De meneer met het witte overhemd heeft een vraag. Geef hem even door. Helder en duidelijk spreken, graag, want die akoestiek is hier put. Ik zal het proberen. We hebben de afgelopen jaren, eigenlijk de afgelopen decennia gezien dat in Nederland het politieke landschap steeds verder versplintert. Welhaast zou je denken dat we dadelijk met 150 eenmansfracties moeten gaan kijken hoe dat we het land moeten gaan besturen. Hoewel dat we pas geleden hebben gezien dat er een soort van toenadering was tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Mijn vraag is van, ziet u een toekomst met verdere versplintering, waarbij het maken van een werkbare coalitie steeds lastiger gaat worden? Of gaan we toe naar een toekomst met een verklontering, zo u wilt, waarbij we toch weer een wat overzichtelijker politiek spectrum gaan krijgen? Ja, als ik al die dingen toch eens wist, hè. Dan liet ik langlopende weddenschappen afsluiten. Ja. Of ik werd uitgenodigd door Ursula von der Leyen om het eens even helder uit te leggen hoe het moest. Ja, dat is, u heeft natuurlijk volkomen gelijk. Dat valt niet te ontkennen dat we een hele reeks van die klesmajoors in de Kamer hebben gekregen. Misschien vindt u het wel door en door sympathieke types, dat weet ik niet. Dat zijn het misschien ook wel. Het zijn op zichzelf geen slechte mensen. Maar het probleem zit hem natuurlijk primair bij de kiezers en niet bij degene die langs die weg als eenling in de Kamer komen. Die kiezers die zijn in toenemende mate geneigd om op mensen te stemmen waar ze het praktisch zoveel mogelijk mee eens zijn. Maar dat betekent natuurlijk terecht dat kiezers geen bal van politiek begrijpen. Weet, er zijn tal van onderzoeken. En één ding is duidelijk, dat kiezers echt van toeten nog blazen weten. Ja, je zou ervan schrikken als je ziet wat kiezers denken. Ik weet niet of u dat wist, maar vele kiezers schrijven
een brief naar de, als bij de algemene beschouwingen, schrijven ze een brief naar de politici, dat ze vinden dat er wel erg veel kritiek is op die prachtige lezing die Willem-Alexander heeft gehouden. Denkende dat de troonrede een door Willem-Alexander vervaardigd stuk is. Wat sowieso wel beledigend zou zijn, nietwaar, gezien het gruwelijke, vervelende karakter van de troonrede. Die, heel, ja, die wordt door de belangrijkste ministers in elkaar geflanst. Zelfs die, denk ik, zijn waarschijnlijk topambtenaren. Die, want dat moet u zo steeds realiseren. U moet niet denken dat die politici allemaal ontzettend veel weten van die ontzaglijk complexe dossiers waar ze mee te maken hebben. Zo'n land als Nederland wordt grotendeels gerund door ambtelijke werkgroepen. Mensen die er echt verstand van hebben. Die ook de politici waarschuwen, ja, wacht op dat dossier, dat loopt financieel totaal uit de hand. Dus dat moeten we, persoonsgebonden budget, ik noem maar wat, dat moeten we bijsturen, anders gaat het goed fout. De politiek zit onder het niveau. Mensen denken allemaal dat politiek iets te maken heeft met vliegen afvangen in de Op1-show of een van die andere. Dat is ook een vanuit wassen gesproken. Hè. Die talkshow zegt, dat is toch iets verschrikkelijks. Er zijn er nu 47 als ik goed geïnformeerd ben. Mij wordt ook altijd gevraagd, ben je een voorstander van het beperken van het kiesrecht in de zin dat er een soort limiet moet worden gesteld aan, aan de grootte van partijen, zoals je in Duitsland hebt. Dan moet je 5% van het electoraat zien te krijgen, wil je überhaupt in de Bondsdag komen. Ik denk dat wij nog niet zo ver zijn, maar ik zou, flexibel denkend en weinig principieel als ik ben, zou ik zeggen, er is wel een punt waar je zou moeten zeggen, nou, we moeten nu toch misschien paal en perk stellen aan deze ongelukkige ontwikkelingen. Want je ziet ook dat die kiezers, die klotsen maar een beetje heen en weer. En als je nu naar de huidige peilingen kijkt, dan zie je dat de mevrouw van de BBB-beweging, waar ik geen hoge pet van op heb, moet ik u zeggen, anders dan de talkshows die haar in feite een enorm podium hebben geboden. En zij is zo'n, u kent die types wel, van zo'n kordate vrouw die voordringt bij de groenteboer. Ja, kan ik u breed over informeren. Want ik ben een van die weinige mannen die zat daar niet het kaas van het brood laat eten. Hè. Je hebt ze erbij, die zijn zo geraffineerd, die vrouwen, dat is ongelooflijk. Dus ze komen binnen, staan 17 mensen voor die stomme toonbank. Het is niet goed georganiseerd. En dan manoeuvreren ze heel voorzichtig naar voren. En eens denk je, verrek, daar staat dat mens wat net binnen is gekomen. En die zegt dan meestal van, ja, groenteboer, ik heb alleen 2 pintjes nodig. Misschien kunt u dat even. Dan heeft ze niet met mij gerekend. Nee, mevrouw, u wacht op uw beurt. Al ging het om 1 pintje dan nog. Wacht u op uw beurt. Let er maar op, het zijn zelden mannen. Dit is een typisch toneel waar de totale emancipatie van de vrouw een mega succes is. Hè? Als je niet verdomd goed oplet, sta je er als man na 1,5 uur nog steeds. Hè? Ja, gelukkig zie ik dat de vrouwen meeknikken met deze korte beschouwing over een van de weinige succesvolle hoofdstukken van de emancipatie. En nu ben ik wel even de draad van, oh ja, het ging om de kleine partijtjes. Ja, je hebt er niks aan. Een van de grote problemen met kleine partijtjes, je hebt er geen zak aan. Dus ze dragen nooit verantwoordelijkheid. En iedereen weet dat ze dan naar dat katedertje moeten, nietwaar, met die achterlijke achtergrond die we daar tegenwoordig hebben. Ik vond die achtergrond in de oude kamer al volkomen getikt met die uitslaande brand, zou ik nou maar zeggen. En nu zijn het hele grote drollen, voor zover ik het zien kan. Ik weet niet wat het zijn, maar het ziet er gek uit, toch? Weet iemand wat het is? Ja, u weet het. Ik had het zelf kunnen verzinnen. Mijn broer zegt altijd, als je niet weet wat het is, is het een kunstwerk. En dat, als je daaraan houdt, dan zit je eigenlijk met je kunstkritiek bij al zo'n beetje thuis. Ja. Nu zie je natuurlijk dat zowel ter linkerzijde als ter rechterzijde is versplintering. En dat betekent dat natuurlijk degene met wie je regeren kunt, dat is een steeds kleiner gezelschap die nu een beetje allemaal aan de beurt zijn. Nou, de PvdA en GroenLinks hadden best mee kunnen doen. Zo'n ongelooflijke lullige rotstreek van Rutte om te roepen, de tsunami van links, kom op.
Alleen om die ellendige Wopke zijn zin te geven. Hè. God, hoe raken we die Wopke kwijt? Ook zo'n zevenvinker. Hè. Ja. Maarten, ja, ik sta hier bovenin, helemaal bovenin, op het allerbovenste balkon. Hier is ook iemand met een vraag. Ga je gang. Was ik klaar met het antwoord, of niet? Oh, je bent nu helemaal daar. Ja, goedenavond. Ja, leun niet te veel voorover. Mijn naam is Thijs. Ik ga binnenkort een maandje in New Jersey wonen, in Amerika. In het geboortestadje van Bruce Springsteen. Om een beetje een beeld te krijgen voor een podcastserie bij de mensen waar hij al die jaren over heeft gezongen. Dat is een beetje de hardwerkende Amerikaan die nooit wordt gesteund door een sociaal vangnet van de overheid. Als Amerika-deskundige, hoe zou u nou het beste het gesprek aangaan met die Amerikanen? Hoe bereik je de diepere laag in zo'n gesprek? Nou, over sport te lullen. Lijkt mij verreweg het verstandigste en vervelende is dat Amerika zulke enorm vervelende sporten heeft. Hè? Dat de American football is niet om aan te kijken werkelijk. En dat stomme basketbal, dat krijg je allemaal van die uitslagen 93-87. Nou, dan weet je al dat een doelpunt niet erg opgewonden kan worden ontvangen natuurlijk. Want dan ben je dood na de wedstrijd. Ja, ik vind het. Ik ben wel eens met mijn nicht naar een American voetbalwedstrijd gegaan. Ja. En na een half uurtje, want u weet, het staat alles maar stil. De werkelijke speeltijd van die klote sport is 60 minuten. Is nog minder dan bij voetbal. Speeltijd is daar 90 minuten, maar u weet, er wordt maar 60 minuten gespeeld. Die anderhalf uur besteden ze aan het lekschoppen van de tegenstander. Het beledigen van de scheidsrechter. Het uithalen van flauwe kunstjes. Nou ja, laten we zeggen, voetbal ten voeten uit. Hoewel ook als je dan zo'n zaalvoetbalwedstrijd ziet, dat deugt ook niet. Hè? Dan denk je ook, daar zit die missie. Zelfs bij het vrouwenvoetbal denk je toch, zou je moeten zeggen meidenvoetbal, dat is mij nooit helemaal duidelijk. Je moet over sport praten. Als u in een klein plaatsje in New Jersey gaat wonen, u neemt een trampoline in het algemeen zijn Amerikanen heel normale, verstandige, aardige, sympathieke, sociaal heel wat vlottere mensen dan Nederlanders, is mijn ervaring. Dat ze geen enkel politiek benul hebben. Dat veel blanke Amerikanen denken dat ze, hoe heet dat ook alweer, dat ze het land uitgejaagd worden. Nou ja, Martin Bos, die notabene ondervoorzitter is van de Tweede Kamer, heeft ons toekomstperspectief nog eens geschetst dat we op afzienbare termijn zouden wij, alle witte Nederlanders, dus een grote trekken. Zit hier eigenlijk iemand met een migratieachtergrond? Helemaal. Is dat expres of niet? Ja. U zult geen moeite hebben, en zeker niet met een gelul over Bruce Springsteen. Hè? De meest overschatte bandleider ter wereld. Ja, daar heb ik ook niks mee. Ik heb weinig met gemythologiseren enzovoort. Ik geef toe dat Paul McCartney kan wel iets bij mij teweeg brengen. Maar in het algemeen vind ik al die populaire muziek, daar word je niet echt gelukkig van. Die was goed in de jaren 60. En dan wordt het minder in de vroege jaren 70 en 74. Dat is eigenlijk het cutting off point. Alles wat daarna gemaakt is, dat blijkt altijd of bejaarden te zijn. Hè? Of het is echt rommel. Kan je dansen? Nou ja, laat ik me hier niet te veel in verdiepen. Want mijn kinderen zeggen altijd, pa, je begrijpt er niets van. Wat, ja, gek genoeg, steeds meer als ik bij hen onverwacht binnenkom. Ik begrijp dat ik dat met enige regelmaat doe om te kijken of de afwas gedaan is. Hè. Dan hebben ze altijd klassieke muziek opstaan. Dus dan denk ik altijd, zie je wel, de opvoeding heeft gewerkt. Terug naar die politici. Dus nog maar geen limiet erop. Dat lijkt me niet verstandig. Geen kiesbeperkingen. Maar het ziet er slecht uit. Maar ik denk, in het algemeen krijgen de verkeerde mensen de schuld van dingen die er fout gaan in de politiek. En de kiezers horen natuurlijk niet graag dat zij de hoofdoorzaak zijn van het feit dat het fout gaat. Maar dat is wel zo. Waar de democratie de nek wordt omgedraaid, wordt dat gedaan door de kiezers. Die bereid zijn om op personen te stemmen waarvan ze verdomd goed weten dat ze niet democratisch zijn. Of dat nu Polen is, Orbán, Hongarije. Poetin is democratisch begonnen.
Maar omdat die Russen natuurlijk zo getraumatiseerd waren door die chaos van de jaren 90, heeft hij zijn kansen gegrepen. En ze zijn nog steeds, naar het schijnt, redelijk tevreden met hem. En zo kunnen we natuurlijk Donald Trump is in allerlei opzichten natuurlijk een charismatische, populistische leider. Ja, het is vaak volkomen onbegrijpelijk, maar het heeft toch een snaar. Hij bespeelt een snaar die enorm effectief is. Het zijn de kiezers die de democratie naar de kloten helpen. Het zijn de kiezers die al die eenzame personen in de Kamer stemmen. Met als gevolg, en dan krijgt iedereen zeggen van ja, het zijn altijd dezelfde partijen die regeren. Maar als we even kijken naar de programmatische opstelling van die eenpartijenbewegingjes, dan zult u zien dat geen van allen kun je een regeerakkoord mee vormen. Vrijwel alle partijen ter rechterzijde willen onmiddellijk uit de Europese Unie, punt 1. Punt 2, wat eigenlijk nog achterlijker en infantieler is, terug naar de gulden. Dat je echt denkt, wie verzinnen dit, hè? Zijn er dan echt geen mensen die opbellen naar zo'n partij en zegt van terug naar de gulden? Heb je wel eens naar de valutamarkten gekeken, hoe dat in elkaar zit en zo? Ja. Maar goed, het staat in al die programma's, dat weet u ook wel. En dan hebben we nog een derde punt, dat Nederland volledig af moet worden gesloten voor immigranten. Iedereen weet dat wij zonder hogeschoolpersoneel op een reeks van terreinen heel al lang niet meer zouden kunnen functioneren. Wij zitten ook met het probleem, dat stond vandaag op Teletext, mijn favoriete televisieprogramma. Ja, verreweg het beste televisieprogramma. Het is ook qua kleurstelling is het goed begrijpend. Goed begrijpelijk. Het zijn nooit meer dan 100 woorden. Wat heb je aan al die presentatoren die dan door zo'n rare ruimte drentelen? En vaak de camera kwijt zijn, dat je even denkt van, oeh, ja, daar is die weer. Oeps. Dus op Teletext stond vandaag dat, ik geloof dat Doekle Terpstra adviseerde om een hele reeks van mbo-opleidingen af te knijpen, omdat ze daar maar mensen opleiden die in feite geen enkele plek op de arbeidsmarkt kunnen vinden. Het bleek dat er in Nederland meer dierenverzorgers in opleiding zijn dan dat dieren zijn. En daar heb je niet veel aan. En ook fotografen, nou, ik weet genoeg van fotografen, dat is, u moet rustig doorgaan met leuke kiekjes maken, zeker met de iPhone. U mag mij best fotograferen, helemaal geen probleem, als u het maar niet op Facebook zet. Hè? Want wat was ik gelukkig met het ineenstorten van de koers van Facebook. Hè? Een gruwel. Hè? En dat is nou echt schadelijk, heel erg schadelijk. En daar hadden we veel harder tegenop moeten treden in allerlei opzichten. En in Amerika wordt er helemaal geen zaak aan gedaan. En in Europa moet het ervan komen. Maar Europa heeft in ieder geval het initiatief genomen om deze gruwelijke instellingen, om die te bestrijden. Die echt een heel groot gevaar voor de democratie zijn, naar mijn idee. Dus ja, je zit met die partijen die min of meer normale standpunten hebben, die dus als het ware tegen elkaar aangedrongen worden en tegelijkertijd daardoor natuurlijk kleur en karakter verliezen. Maar ja, je kunt niet uit de EU. Ik weet niet, wie van u denkt ook van een lollig ideetje uit de EU? Je ziet dat die Engelsen halen het ook voor de wind. Misschien kunnen we ook zo'n premier krijgen. Wie zou eens kunnen aanwijzen? Hebben wij ook niet een kletsmajor van wie het haar slordig zit? Hij doet mij altijd aan Brigitte Bardot denken. Je had ook van dat slordige haar. Ja, een kapper kost dat een uur om dat haar te verslordigen. Brigitte Bardot, dat zegt niemand meer iets. Hè? Dat zie ik nu eigenlijk. Ja, de oudjes die knikken er natuurlijk gezellig mee. Dat begrijp ik ook wel. Opa vertelt. Ze ziet er verschrikkelijk uit. Hè? Dat is ook zoiets raars. Dat sommige vrouwen naarmate ze ouder worden alsmaar knapper en interessanter worden. En dat je ook vrouwen hebt die eigenlijk in elkaar storten. En waar je aan het gelaat kunt zien dat ze in elkaar gestort zijn. En dat is Brigitte Bardot. Dus overigens, alle oude filmsterren hebben eigenlijk maar één hobby op weg naar het einde. En dat is dieren verzorgen. Dus je ziet een populaire beroep. Doris Day bijvoorbeeld. Zegt u dat nog iets? Toch wel? Weet u ook hoe ze eigenlijk echt heten? Wie weet hoe ze eigenlijk echt heten? Nee, hè? Geen idee. Ze heette Kappelhof.
Ja, dan moet je beter Doris D worden natuurlijk, als je Kappelhof heet. Dat is natuurlijk wel waar. Ja, ik heb, en je kent natuurlijk wel die beroemdste deuntjes van Doris D uit de jaren 50. Dat kan bij mij nog wel de Waterlanders, hè? Kusserassera. Dat is toch... Nee, ik ga niet zingen. U weet, dat is bij de slimste mens. Dat Philip, al die lui die überhaupt een stem hebben, die wilde je een liedje laten zingen. Wat was natuurlijk afgaan als een gieter in het algemeen. Zingen. Ja, ik wil daar nou niet flauw over doen. Maar ik begrijp best dat bij dat programma de hele boel uit de hand gelopen is. Dat zingen is zo verschrikkelijk. Dat je natuurlijk de hele tijd aan seks loopt te denken. Hè? Als dat zingen echt mooi was, dan komt het in je hoofd niet op. Dat is seks. Hè? Nou, over sporten lullen. Daarbij bleek eigenlijk al hoe enorm lastig het is om met bommenwerpers concrete doelen aan te vallen zonder dat je zelf zeer grote risico's loopt. De Tweede Wereldoorlog door de ogen van Maarten van Rossum. Eigenlijk waren die bombardementen van de Duitsers de facto een soort terreurbombardement, omdat ze gewoon een bommen lieten vallen en ook niet precies wisten wie er mee of wat er door geraakt zou worden. Download het luisterboek via de link in de beschrijving. Waren dat bewuste terreurbombardementen? Nee, ook weer niet. Maar het praktische effect was in feite dat als zodanig kan worden beschouwd.